Goed, we gaan verder met het tweede deel van ons middagprogramma. En inmiddels hebben we ook nog een nieuwe gast in ons midden. De heer René Paas, commissaris van de Koning in onze mooie provincie. Hartelijk welkom, meneer Paas. Zoals al eerder opgemerkt, had deze manifestatie eigenlijk in 2020 zullen plaatsvinden. Maar zoals bekend heeft ook hier corona ons dwars gezeten. Wel heeft u, meneer Paas, op 8 mei 2020 het eerste exemplaar van het boek De Arm van Johannes de Doper in ontvangst genomen van Bart Vlikkema. Maar dat was tijdens een geïmproviseerde bijeenkomst voor het provinciehuis en met inachtname van de 1,5 meter afstand die we toen moesten aanhouden. Maar nu is er dan wel een officiële bijeenkomst. Mag ik Bart Vlikkema, die wegloopt, naar voren vragen? Bart? Er moet nog even iets op het laatste moment geregeld. Ja, en u aanwezigen allen wil ik vragen om heel goed op te letten, want dit wordt niet zomaar een boekpresentatie. Geachte meneer de commissaris. Ik heb weer op de website van de provincie Groningen gekeken en nog steeds zag ik dat u een beschermheer van de vereniging Vrienden Martinikerk bent. Dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. En misschien bent u daarom, misschien, de aangewezen persoon om het eerste exemplaar van het boek over een wonderverhaal in ontvangst te nemen. Maar daarover straks meer. Het verhaal in het boek gaat over de arm van Johannes die op een welhaast ongelooflijke wijze vanuit het Heilige Land in Groningen terechtkwam. Het verhaal heeft u allemaal gehoord. Ik weet dat onze commissaris van de Koning het boek ook gelezen heeft, dus die weet er alles van. Ik ga hem dat niet meer vertellen. En het eind van het verhaal is dat de man met de arm in Groningen aankwam. En aan die gebeurtenis danken wij onze leuze, er gaat niets boven Groningen. Dat is dus eigenlijk al een middeleeuwse opmerking. Er gaat niets boven Groningen. De stadjers maakten een prachtige reliquie van de arm en het geld stroomde binnen. De kerk raakte op drift, de economie rondom de kerk raakte op drift en de stromen bezoekers zorgden voor een stimulans. Daarom durf ik de stelling wel aan dat Groningen niet zou zijn geworden zonder de wonderdaden van de arm van Johannes de Doper. En als dus Groningen niet zou zijn geworden, was er natuurlijk ook geen provinciehuis gekomen. En geen commissaris der Koning, meneer Paas. U begrijpt, u zit hier en straks staat u tegenover mij dankzij de arm van Johannes de Doper. Toen mij dit historisch feit duidelijk was geworden en het met licht hierover opging, werd me ook duidelijk dat die prangende vraag reeds beantwoord was, namelijk: wie ontvangt het eerste exemplaar van de arm van Johannes de Doper, een kostbaar middeleeuws reliek in de Groninger Martinikerk? Caesarius, de middeleeuwer waaraan we deze verhalen te danken hebben, zou hebben gedicht Sine contradictio dominus pasca, vrij vertaald, zonder tegenrelaas, heer Paas. Goed, nu die vraag beantwoord is, ga ik graag over tot de overhandiging van het boekje. Maar jongens, jullie zouden toch voor het boekje zorgen? Kijk, het boekje. Wat is er aan de hand? Wonder boven wonder, boeken uit de hemel, boeken van boven, niet te geloven.
Jongen. Mooi, hè? Zo'n wonder. Mag ik u uitnodigen? Meneer Paas, ik mag u overhandigen. De ongewijzigde, doch miraculeus neergedaalde speciale hemeleditie van het boekje De Arm van Johannes de Doper. Alsjeblieft. Ik vond het bijna ongepast om hem uit te pakken, maar zal ik het toch maar doen? Dames en heren, de laatste keer dat ik, want dit is een ruimte waar regelmatig wonderen gebeuren. De laatste keer dat ik een boek uit de hemel zag neerdalen in deze kerk, was het de nieuwe Bijbelvertaling, dus de lat ligt hoog. Monsieur, dames en heren, meneer Flikkema, aan de arm van Johannes de Doper kleven veel mysteries. En dat geldt inmiddels ook voor het boek over de arm. Want je kunt je natuurlijk afvragen hoeveel eerste exemplaren een boek kan hebben. Twee jaar terug, de heer Flikkema refereerde daar al aan, mocht ik buiten de kerk, want binnen was nog even taboe, een eerste exemplaar ontvangen. En nou ja, zie hier een wonder geschiet. Er is opnieuw een eerste exemplaar. Vanmiddag opnieuw en ik voel mij als een bevoorrecht mens dat ik de rechtstreekse incasseerder van dat wonder hier mag zijn. Dat overkomt niet iedereen om voor de tweede keer een eerste exemplaar van wat dan ook aangeboden te krijgen. En het past goed, dames en heren, bij het karakter van de wonderen en van de visioenen die de bezoekers van het vrouwenklooster Jesse in Haren volgens de overlevering hebben ervaren. Harry Mulisch parafraseerde menig Homerus toen hij zei: het beste is om het raadsel te vergroten. En zeg nou zelf, bewegende houten beelden, kaarsen die niet uit te krijgen zijn. Nou, daar past best een nieuw eerste exemplaar van hetzelfde boek bij. Ik heb Wikipedia, dat is een gezaghebbende bron, niet zo gezaghebbend als dit boek natuurlijk, maar Wikipedia er even op nageslagen vandaag. En volgens Wikipedia zijn er minstens 4 kerken, 1 klooster, een moskee, die zeggen: wij hebben het hoofd van Johannes de Doper. U weet, de treurige geschiedenis van Johannes de Doper is dat hij onthoofd werd. Dus het hoofd is los verkrijgbaar sindsdien. Maar dat ligt dus in minstens 4 kerken, 1 klooster en een moskee. En zijn lichaam, zonder hoofd, ligt ook op een aantal plekken en dan is zijn rechterarm met daaraan de hand die Jezus heeft gedoopt, dat is natuurlijk het meest bijzondere, die is ook weer op een flink aantal plekken ter wereld te krijgen, of nou te vereren, omdat hij daar fysiek aanwezig is. Ook op een aantal plaatsen en dus ook ooit hier in deze kerk, misschien nog steeds wel, maar we kunnen hem niet meer vinden. Al denk ik dat Johannes de Doper moet hebben geleken op de man van Vitruvius die Leonardo da Vinci ooit heeft getekend. He, dus met twee rechterarmen, twee linkerarmen, twee rechterbenen, twee linkerbenen om de vormen van vierkanten en cirkels goed te laten zien.
Ik vond vanmorgen op internet ook een hindoe-godin en die had maar liefst 10 armen. Met in ieder arm een werktuig. En als u nou denkt dat dat niet kan, dat het tegennatuurlijk is, dan verwijs ik u naar het dierenrijk waarin spinnen, octopussen, meer armen komt echt vaker voor. En ik heb het niet eens over 1000 poten of 1000000 poten. Dus, als je gewoon naar de natuur kijkt, dan doen wonderen zich regelmatig voor. Het neemt niet weg dat het historisch goed gedocumenteerde boek van Bart Flikker, maar dat het ons de geschiedenis laat zien van Groningen als bedevaartsoord, waarin allerlei mensen van heinde en verre de stad opzochten, omdat die arm die hier in de Martinikerk lag een genezende werking had. En we kunnen vaststellen, ik doe dat in navolging van de heer Flikkerma, we kunnen vaststellen dat de arm in ieder geval voor de stad een wonderbaarlijke uitwerking heeft gehad. Dat heeft Groningen naar een hoger niveau getild. En dat leidde tot een zekere economie, het leidde tot een zekere infrastructuur. En daar bedoel ik dat in het kielzog van de arm en van de bedevaartsoorten diverse gasthuizen moesten worden gebouwd. Zieken moesten worden verzorgd. En er was zelfs, pal onder het raam van de werkkamer van de huidige commissaris van de Koning, een put met geneeskrachtig water. En toen het ergens voordat het nieuwe provinciehuis, dat inmiddels weer 100 jaar oud is, daar werd neergezet, hebben stadsbestuurders besloten om die put in te ruilen voor een gebouw van de naast de hogere bestuurslaag. Je kunt twijfelen of dat blijk geeft van een juist inzicht in wat er echt belangrijk is in het leven. Maar ik kan u vertellen, ik ervaar werkelijk dagelijks de geneeskrachtige werking van de put die er niet meer is, maar het water dat er natuurlijk nog steeds stroomt. En het raadsel hoe het komt dat in een stad waarin de belangrijkste kerk is gewijd aan Martinus, en de belangrijkste kerk dus de Martinikerk heet, en de bijbehorende toren onder die naam wereldberoemd is, hoe het komt dat de straat langs die kerk de Sint-Janstraat heet. Het raadsel is opgelost in het boek. Dat heeft alles te maken met wat het meest prominent was op of aan of bij of in deze Martinikerk. Nou, de put is verdwenen. Wat is gebleven zijn al die gasthuizen met die prachtige hofjes. Sommige zijn werkelijk pareltjes. En het mooie is, ook al liggen ze in het centrum, het is de verscholen stad. Je stapt door de deur en je bevindt je in een andere wereld. Een wereld die nog steeds op afroep verkrijgbaar is door erin te stappen, door ook dat wonder te ondergaan. Nou, ook de Martinikerk is er natuurlijk nog. En dat geldt ook voor de aanwezigheid van Johannes, maar dan vooral in de naam van een straat en van de bijbehorende brug. Het is mooi dat als je een beetje oplet, dan zie je de doorwerking van de geschiedenis in het dagelijks leven in onze stad. En het is ook mooi als iemand de moeite neemt om je via een boek dat bewerkelijk is, maar dat ook een uiting is van een drijfveer, namelijk het bekendmaken van dat wat deze stad bijzonder maakt, dat hij de moeite neemt om dat ook echt met ons te doen. Dus ik heb het boek inderdaad al gelezen. Dat is bij eerste exemplaren trouwens niet uitzonderlijk, dat je het al gelezen hebt voordat je het krijgt. Want je moet meestal iets terugzeggen. Maar het bijzondere hier is dat ik het 2 jaar geleden al gelezen heb. En ik raad het u, voor zover u niet het 3e en 4e exemplaar dat verkregen werd voordat ik het 1e exemplaar weer kreeg, want het blijft een wonder, ik raad het u ook van harte aan om precies hetzelfde te doen. Dank Bart voor opnieuw een 1e exemplaar. Zo langzamerhand komen we een beetje in de richting van het einde van dit programma voor deze middag. Maar niet voordat ik het woord heb gegeven aan Stijn Arnoldussen, universitair hoofddocent, hoofddocent archeologie. En zijn expertise ligt op het gebied van nederzettingenonderzoek. Maar als docent veldwerkonderwijs is hij ook verantwoordelijk voor het opleiden van studenten archeologie. En waarbij hij sinds 2017 het klooster Jesse te Haren als onderzoeksdoel heeft.
Het klooster is na de reductie in 1595 afgebroken. En dat betekent dat er bovengronds vrijwel niets meer te zien is. Wel is in Jesse de originele omgrachting van het landschap bewaard gebleven. En veel artefacten zijn daar inmiddels gevonden en een deel daarvan valt hier nu te bezichtigen. Maar daarover kan Stijn Arnoldsen u meer vertellen. Geachte aanwezigen, commissaris, geestelijke, moderne pelgrims. Het is een eer en een genoegen om de expositie voor u en met u te mogen openen. En dat zal ik doen niet door een lintje te knippen, maar heel eenvoudig door de laatste vondst te plaatsen in die vitrines die weinig wonderlijk, maar wel heel veilig uit mijn binnenzak geplaatst zal worden. En misschien heeft u hem lang zien komen in media, berichten. Het is een gouden ring met een saffier vastgebeten door vier draken. En een enorme, spectaculaire vondst. En ik word heel vaak gevraagd door kinderen, door bezoekers van de opgraving. Wat is nou het mooiste wat je ooit gevonden hebt? En de mensen die weten dat we dit ooit gevonden hebben, gaan ervan uit dat dit de prachtigste vondst in mijn carrière zal zijn. En toch vind ik eigenlijk een onbeduidend loodplakje een veel indrukwekkendere vondst. Hij staat steeds op de slides ergens recht bovenin. Het is een pauselijke bulla. Een loodzegel uit het Vaticaan afkomstig. Die eigenlijk in één klap de connectie legt tussen Jesse als monastieke locatie. Het belang van de vindplaats. Maar ook de datering en de relatie tussen stad, klooster en in dit geval het Vaticaan. Jesse is een enorm bijzonder project. Vaak, te vaak wellicht, wordt archeologie gezien als een probleem. Er is een ruimtelijke ontwikkeling en dan zit er ook nog archeologie. En ik denk dat Jesse een bijzonder project is in de zin dat die typering van archeologie als, ja, dat is een van de projectvoorwaarden waar we bij de ontwikkeling van, noem eens iets, een ring om de stad of een wijk, rekening mee moeten houden, waar archeologie niet als probleem is ingestoken, maar vooral als kans is ingestoken. Even wachten op mijn slide. Binnen de organisatie is Jesse een voorbeeld van een project waarbij eigenlijk alle neuzen dezelfde kant op staan, waarbij iedereen wat wil. De Rijksuniversiteit Groningen wil heel graag haar studenten leren opgraven. We vonden een zeer warme moederschoot in het bezoekerscentrum Jesse. De lokale bewoners van het gehucht die ons daar jaar in jaar uit gastvrij ontvangen. Maar ook de eigenaar van het terrein, Stichting het Groninger Landschap, wilde meer weten over die belangrijke geschiedenis van die locatie. De gemeente Haren destijds, ondertussen Groningen, wilde meer weten van dat terrein. De provincie vond het een belangrijk project. En zo zie je dat er eigenlijk een constellatie ontstaat waarbij al die partners geïnteresseerd zijn in de resultaten van het onderzoek om dat verhaal van het nu verdwenen klooster beter te vertellen. En er is nog een aspect waarin die opgraving te Jesse een bijzonder project is. Het is een leeropgraving. Dat betekent dat de druk in tijd en in geld die op veel van de commerciële archeologische projecten zit afwezig is. We hebben de tijd en we nemen de tijd om onze studenten alle aspecten van het archeologisch veldwerk bij te brengen. Dat betekent dat de landmeetkunde, bodemkundige analyses, aandacht voor botten en potten die eruit komen in het veld worden onderwezen. Dat is niet alleen een zuiver zakelijk iets, er is ook voldoende tijd voor ontspanning en het is mijn belangrijke taak om te zorgen dat dat niet een al te frivole aangelegenheid wordt en ik daar nog steeds grip hou op dat proces. Jesse is een van de vele terreinen, moeten we eigenlijk constateren, in het noorden die ooit belangrijke monastieke locaties waren en ondertussen voor een groot deel uit het landschap zijn weggepoetst.
op een ziekenzaal of een incidentele kapel na, is dat Groninger landschap rijk aan enorm veel locaties met belangrijk religieus erfgoed. Nu, in het heden en in het hedendaagse landschap, veel minder beleefbaar dan wellicht zou kunnen. En daar zit denk ik een van de belangrijkste doelen die we hebben met onze opgravingen te Jessen. Om dat erfgoed dat eigenlijk te lang verscholen is geweest, in steeds fijnere penseelstreken weer voor het voetlicht te kunnen brengen. Zodat we dat verhaal van Jessen en haar bewoners weer bovengronds weten te krijgen en beleefbaar weten te maken. We willen dat mensen weer kunnen bewonderen, beleven en bezoeken in steeds meer detail. En wat dat betreft streven we naar iets wat een beetje in een kwaad daglicht is komen te staan, maar ik streef naar zoveel mogelijk non-informatie. Ik wil de oorspronkelijke bewoners van het klooster Jessen zo dicht mogelijk op de huid komen. De schoenen, de sieraden, de kammen waarmee het haar is versierd, de decoraties, de ornamenten, de regalia die van pelgrimstochten zijn meegenomen, vertellen allemaal een heel persoonlijk verhaal. Veel meer dan wat er in spaarzame bronnen is overgebleven, komen we de oorspronkelijke bewoners op de huid te zitten. En u zult straks zien dat al die kleine puzzelstukjes bijdragen aan reconstructies van niet alleen de individuen van het klooster Jessen, maar ook hun dagelijkse bezigheden, de inrichting van het monastieke leven, artefacten van persoonlijke devotie, de weinige pijpaarde beelden die de zusters van Jessen waarschijnlijk in hun cel mochten hebben, maar ook de infrastructuur en de inrichting van het klooster zelf. We vinden resten terug van het gebouw, maar ook de aankleding, zoals dit soort resten van een kandelaar die ongetwijfeld een ruimte of een altaar op Jessen heeft verlicht. Het is niet alleen de buitenkant van het klooster, de binnenkant van het klooster, maar het is ook het klooster als religieus bedrijf wat we proberen in beeld te brengen. Dus behalve dat primaire proces, dat zielenheil van haar bewoners en de mensen voor wie gebeden werd, proberen we ook de aanvullende aspecten van het kloosterleven in beeld te krijgen. Zo zijn er aanwijzingen voor de aanwezigheid van schrijnwerkers en houtbewerkers op het terrein, vinden we in de resten van metalen voorwerpen en smeedslakken de aanwezigheid van een smidse terug. En wellicht nog veel belangrijker, vinden we in de botanische resten en in de zoologische resten, vinden we de agrarische taken terug die ook tot het kloosterleven hebben behoord. Dus die hele volle breedte van gebed en werk, die zeker voor zo'n Cisterciënzerorde van belang waren, vinden we terug in fragmenten, maar wel reconstrueerbaar. En wat ik denk dat een van de spannendste zaken is van de archeologie van klooster Jessen, is het spanningsveld dat we kunnen reconstrueren tussen de officiële kanonieke regelgeving, waarbij een benen of een Cisterciënzer klooster eigenlijk. Moeten we even. Ik mis hier een slide. Niet vreselijk erg. Wat ik wilde zeggen is dat te klooster Jessen we vaak zien dat er een spanningsveld ontstaat tussen de officiële regel van Benedictus en de resten die we opgraven, waar armoe, soberheid en weinig persoonlijke bezittingen de norm zouden moeten zijn, vinden we te Jessen soms uitbundige versieringen terug, zoals gebrandschilderd glas dat eigenlijk volgens de regel niet was toegestaan. De versieringen van het gebouw zelf zouden eigenlijk een uiterste soberheid moeten betrachten, maar we vinden bouwkeramiek terug die toch prachtig versierd is geraakt. En zelfs in onbeduidende vondsten als de botten zit een extra verhaallijn, waar volgens de regel van Benedictus enkel de zieken en de zwakken vlees van vierbenige dieren mochten eten, vinden we op diverse plekken op het kloosterterrein resten terug van vierbenige dieren, soms zelfs met slagsporen. Het lijkt er dus op dat de hoofdzakelijk gegoede dames die het klooster van Jessen bevolkten, het niet altijd of niet altijd evenzeer nauw namen met de regel van Benedictus.
Dat verhaal is spannend om te vertellen en dat blijft spannend om te vertellen. En dat is net als het verhaal van de arm nog lang niet af. Mag ik mijn slide in beeld? Oh, dat is... Deze wilde ik graag hebben. Ook deze zomer gaan we verder met de opgravingen. En hoewel ik altijd weet dat Jesse verrassingen in petto heeft, zijn een aantal dingen toch in ieder geval zeker. We gaan meer details boven water krijgen van het persoonlijk leven van dat klooster en haar bewoners. Maar geïnspireerd door de eerdere lezingen van vandaag en het groot aantal armen dat Johannes de Doper gehad moet hebben, ga ik toch in het bijzonder uitkijken of dat er ergens niet in een van mijn sleuven een rechterarm in zilver met wat verguldsel is aan te treffen. Het zal toch maar, het zal toch maar. Er rest mij slechts om u zeer veel plezier te wensen met het bezoeken van de expositie. Ik zal daar zelf ook rondlopen, dus mocht er nog iets zijn wat verdere toelichting behoeft, dan kunt u mij altijd aanschieten en ik wil u danken voor uw aandacht. Zijn we nu echt aan het einde van dit middagprogramma. Betekent niet dat u weg moet gaan. We willen graag dat u blijft en de tijd neemt om de tentoonstelling te bekijken die Stijn net heeft genoemd. En mocht u geïnspireerd zijn door de prachtige lezingen die u vanmiddag gehoord heeft, morgen hebben we nog een dag en als u wilt komen, bent u ook dan van harte welkom. Het programma morgen is iets anders, maar het is een heel mooi programma met het koor, met orgelspel, met een speciaal voor onze manifestatie geschreven cantate door Chris Victor, dus ook alleszins de moeite waard. Ik dank u in ieder geval voor uw aanwezigheid hier vanmiddag. Ik hoop dat u net zo genoten heeft als ik en ik wens u voor straks wel thuis. Dank u wel.